Elke van Horp, we zijn hier in Breda. Fantastische wedstrijd van de Belgian Red Flames. En jij scoort die eerste goal. Wat een gevoel is dat? Ja, super gevoel. Ja, natuurlijk, het is de eerste goal. Het is een beetje geschiedenis schrijven, dus dat is echt geweldig. Ik denk dat we als team gewoon echt gevochten hebben en getoond wat we waard waren. Ja. En ja, het resultaat mag er zijn. En je had al eerder kunnen scoren, helemaal in het begin? Ja, inderdaad. Ja, het was even balen, maar ja, je hoeft niet laten hangen en gewoon doorgaan. En ik ben blij dat dat tweede er toch in zat. Ja, en nu tegen Nederland voluit gaan? Ja, tuurlijk. Ik denk dat we voor middel niet moeten gaan. We moeten gewoon tonen wat we waard zijn en tonen wat we kunnen. Ik denk dat we dat nu zeker ook al gedaan hebben. We moeten gewoon geloven in onszelf en ons eigen spel spelen. En dan moet dat wel lukken, denk ik. Ja, maar dit is een fantastische overwinning, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, hiervoor komen we. Allee, hiervoor zijn we gekomen. Hè. Gewoon tonen wat we kunnen. En, ja. En ook zoveel publiek hier? Ja, super. Als die hun laten horen en je ziet die zo allemaal zitten, dat is echt super. Ja. Dat was een thuismatch vandaag. Ja, inderdaad. En dat geeft ook extra energie en echt een boost. Dus ja. Echt super dat ze met zoveel waren. Oké, dankjewel en succes. Dank je.